ik vind het product heel erg mooi. Iets wat mijn vader heeft gemaakt. En dan uitgevonden in ons badkamertje. Waar hij het product echt heeft gefine-tuned. En dat de mensen het echt lekker vinden. En hier gewoon terugkomen om het elke week weer te kopen. Maakt mij heel erg trots. Ik ben Janet. En dit is mijn zus Chinzy. Wij zijn de tofu-meisjes van Choi Kei Tofu. Wij zijn de enige ambachtelijke tofu-makerij. En wij doen het echt nog op een traditionele manier produceren. Puur natuurlijk. Alleen sojabonen, water en stremsel. En dat smaakt het beste. We gebruiken hier bonen die zijn geweekt. Die heeft een tijdje in het water gelegen. Zodat het lekker kan uitzetten waar veel vocht in zit. Vervolgens wordt het gemalen. Daar komt er verse sojamelk uit. De melk wordt vervolgens gekookt. Om alle bacteriën eruit te krijgen. En vervolgens, als deze gekookt is, gaan we hem stremmen. Tofu past zeker bij Rotterdam. Rotterdam is heel erg multicultureel. Ons product wordt ook heel vaak in verschillende keukens gebruikt. Zoals de Thaise keuken, de Surinaamse keuken, de Vietnamese keuken, de Chinese keuken. Ik ben het nu aan het stremmen. Al het vocht wordt er nu uitgehaald. De tofu wordt dan nu in de malm geplaatst met een kaasdoek. Daar gaat al het vocht uit. En hier is de verse tofu. Vers van de pers. En we zijn nu even alles aan het inpakken. Nou, onze tofu is romig en zacht van smaak. Waar je de bonen echt nog proeft. Het is geen keiharde spons, maar gewoon een mooi zachte soort kaas. De brug hiervan van de eiland van Brienenoord wordt nu eigenlijk vernieuwd. Dus dat merken we nu, dat er heel veel vrachtwagens op en neer rijden om dat weer mooi te maken. Dat het hier zo mooi vernieuwd wordt is voor mij leuk. Dat er af en toe particulieren binnenkomen. Mijn klanten zijn vooral eigenlijk de horeca of de groothandels. Maar ik vind het wel leuk dat als mensen hier zo eerst een stukje gaan wandelen, dat ze dan op de weg terug naar huis een blokje tofu meenemen.